U bent hier volledig welkom. Daarom hangen de vlaggen ook uit. En daarom is bijna het voltallige gemeentebestuur aanwezig. Wethouders, secretaris, griffier, raadsleden. Want het is voor de gemeenschap Vught en de gemeenschap Comvoort een hele belangrijke dag. Zijne majesteit heeft het namelijk behaagd om mensen te eren die het cement zijn van onze samenleving. Die zorgen dat we met elkaar kunnen doen wat we doen. Dat we voor elkaar zorgen. En dat we de samenleving zijn die we zijn. En daarom is het eigenlijk een van de allerbelangrijkste dagen van het jaar. Want zonder die mensen zijn we eigenlijk helemaal niks. Dit jaar zijn het er 5, dames en heren. Dus na 5 weet u dat u volgend jaar misschien aan de beurt bent. Het is ook op alfabetische volgorde. Dus als uw letter voorbij is, ook misschien volgend jaar. En wij zijn zo ontzettend benieuwd hoe ze u hier hebben weten te krijgen, zonder dat u wist wat er gebeuren zou. Nou, mijn man die moest op een gesprek bij de huis of bij een dokter. En wij waren in de Glorieulaan al verkeerd gereden. Dan ging hij niet rechtsaf, maar ging hij linksaf. Zegt hij, nou, dan ga ik dan wel ginds wel bij de stoplichten, de peper eind. Dan ga ik dan wel de grote weg op. En toen kwamen we hier de straat in. Hij zegt, je moet even daar zijn. Ik zeg, en niet naar het ziekenhuis? Nee, je moet even daar zijn. En toen zei ik, krijg toch geen lintje? Ja, toen had ik het meteen door. En wat zei hij toen? Nee. Nee, zei hij, maar we moeten even daar naartoe. Maar toen wist ik het toch al. Ik moet eigenlijk zeggen dat ondanks dat u ook met een mindere periode in uw leven geconfronteerd bent. Uw zoon is overleden bij een auto-ongeluk. Maar dat was voor u wel de reden om een stichting op te richten. Hè? De stichting die ook naar uw zoon genoemd is. Ja, de Maritieke Stichting. Ja. Wilt u iets over die stichting vertellen? Omdat het ongeluk helemaal onverwacht kwam. En wij de afgelopen winter ervoor eigenlijk bezig zijn geweest om onze zoon in de maatschap op te nemen. Wij hadden een boerderij en wij zouden heel graag met hem verder gaan. Om de markt wegviel, wilden wij toch iets met, omdat hij in, ook in verschillende organisaties zat van boerenjongens. Wilden wij graag een steuntje bijdragen om het werk van hem eigenlijk een klein beetje voor te zetten. Nou ja, ik begrijp dat ik ermee overval, maar ik vond het toch van belang om het met elkaar hier te delen en te benoemen. Omdat u eigenlijk van iets wat zo ongelooflijk verdrietigs is, toch met uw gezin iets heel moois heeft weten te maken. Mijn zus die werd in januari 60. En het idee was toen, omdat haar kinderen in het buitenland wonen, om vandaag met z'n allen gezellig een hapje daarvoor te gaan eten. Dus dat was het motief om mij vanmorgen te ontvoeren. En wanneer kreeg u het in de gaten? Vanmorgen. Oh, toch wel. Ja, want u zei in het buitenland, hè? Ik zie in mijn lijstje staan Rome, Parijs. Allemaal mensen, familieleden in het buitenland. Ja. En u zelf bent in Paramaribo geboren. Ik ben in Paramaribo geboren, ja. Ja. Mijn vader werkte toen voor de maatschappij van havenwerken. Dus hij was daar bezig om stuurdammen te bouwen, wegen aan te leggen en allemaal van dat soort werk. En toen ik 1 jaar was, toen zijn we naar Nederland teruggekomen. Toen zijn we een paar jaar in Soest gewoond en vervolgens zijn we weer in Vught geland. Het is ons dan ook een buitengewone eer om u te melden dat het Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat. No.
I'd rather be. Wat lijkt het me moeilijk om u hier te krijgen? Nou, dat valt wel mee hoor. Ik werd door de fractievoorzitter van de PvdA Waterschap geroepen om naar het café te komen om even bij te praten. Nou, dan kom ik natuurlijk onmiddellijk. Maar van het café hier naartoe? Nee, ja, toen heeft ze het dus gezegd. Oh, en, okay. Ja. Maar ik vind het heel leuk. Nou, wij vinden het allemaal heel leuk. Wij vinden het allemaal heel bijzonder. Ik haal hem eruit, want dit gaat niet goed. Ja, wij kennen elkaar natuurlijk al wat langer. Politiek actief samen geweest in 's-Hertogenbosch. De politiek loopt eigenlijk ook als een rode draad, door letterlijk en figuurlijk rode draad, door alle verdiensten waar we dadelijk op terugkomen. Wat is voor u een drijfveer geweest om actief in de politiek te worden? Nou ja, ik ben dus actief voor de PvdA altijd geweest. Dus je probeert aan de rechtvaardigheid in de samenleving te werken. En ik vond in mijn jeugd, ik had een vriendin en die mocht niet gaan studeren. Omdat ze geld moest gaan verdienen om het gezin meedraaiende te houden. En ik mocht dat zelf wel. En ik vond dat zo'n onrecht. Ik denk, ja, dat kan gewoon niet. Hier moet iets aan gedaan worden. En dat heeft mij eigenlijk altijd bezig gehouden. Meneer Van der Water, ik heb van alle decorandi prachtige beschrijvingen gekregen, achtergrondverhalen, op eentje na. En dat was u. Daar kreeg ik een mailtje van een mevrouw AVDW. En die mevrouw die schreef één zin: geef hem geen microfoon, want het programma loopt uit. Ik noem verder geen namen, maar heeft ze er een beetje gelijk in? Ik denk dat er hier binnen een hoop mensen niet blij zijn dat u mij de microfoon heeft gegeven. Maar ik heb in het programma gezien dat we tot 1 uur de tijd hebben, ja. Dus... ik denk dat het wel goed komt, burgemeester. Nee, als een rode draad zie ik door al die activiteiten, en die zijn eigenlijk heel breed, dat het gaat dat u de stem wilt zijn voor de mensen die geen stem hebben of die het eigenlijk heel erg hard nodig hebben. Waar komt die drijfveer vandaan? Ik weet het niet. Ik denk van mijn vader een beetje. Zo'n echte rode rakker. Onrecht is, dat kan niet. Ja, dat ontwikkelt zich dan zo. Ik vind als je het zelf goed hebt, kun je proberen anderen die het niet zo heel goed hebben een beetje te helpen. En verder niks, dus niks hoogdravends. Of, Carnaval. De jury. Ja, ook leuk. En dan kom ik u ook nog eens tegen. Ik kreeg het eerste jaar als burgemeester hier een brief dat het gebruikelijk was dat de burgemeester altijd de jury uitnodigt bij hem thuis, voorafgaand aan het carnaval, voor een uitgebreid ontbijt. En in dit geval hadden de ambtenaren mij niks uitgelegd. Dus ik dacht dat het zo hoorde. En ik had dus 's ochtends vroeg had ik het hele zootje bij mij aan de Taalstraat op bezoek. Maar ik moet zeggen, het was buitengewoon gezellig, maar wel de laatste keer. Moet u er wel? Ja. En ik wil nog even bij deze uw vrouw bedanken, want u heeft helemaal niks gedaan. En het is nog veel erger. Ze was er niet eens. Ze was aan het skiën. Jawel. Wel, hè? Ja, zie je. Ze was er wel, maar... Maar we hadden afgesproken dat je er verder niks over zou zeggen. Want die mevrouw die toen hielp was wel heel aardig. Ja. Maar zei het mijn god, heeft die een aardige vrouw? Ja. Oh, die heb ik ook hoor. Maar zij was ook aardig. Dames en heren, wij sluiten altijd af met het Wilhelmus, dus ik nodig u dadelijk uit om te gaan staan. De tekst heeft u op tafel liggen voor het geval dat het u even ontschoten is. En ik nodig ook de decorandi uit om naar voren te komen. Zij krijgen nog een bos bloemen, dan zal er een foto gemaakt worden. En dan nodigen we u graag uit beneden voor een glas en een hap om te toosten op de jubilarissen en op de decorandi. Leve de koning!
Hoi!